De raad neemt veel besluiten waar jij mee te maken krijgt en vindt het belangrijk om te luisteren naar jouw mening over allerlei onderwerpen. Net zoals het initiatief van Christel Scheffers, mede-organisator van Swim to Fight Cancer. Ons plan van de Swim Tilburg is om hier een prachtig mooi zwembad te gaan neerleggen. Tilburg heeft als enige stad eigenlijk geen gratis zwemrecreatie in de binnenstad. En wij zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd geraakt door Berlijn en door Parijs. Daar is in de binnenstad een prachtige gratis zwemrecreatie gecreëerd. Dat kunnen wij hier ook. We leggen hier een mooi gebied neer van pontons waarbinnen mensen veilig kunnen zwemmen en niet gestoord worden door boten of door jetskis of wat er dan ook is. En dit is de uitgelegen plaats om dat te doen. In zeer korte tijd haalde Scheffers de benodigde 50 likes om het plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. In principe is het verboden om in de Piershaven te zwemmen, maar je ziet dat het eigenlijk niet meer tegen te houden is. Iedereen recreëert hier omdat dit gewoon een prachtig gebied ervoor is. Wat je het wel wil doen is het een beetje stroomlijnen. Zorgen dat het hier geconcentreerd is, we kunnen hier de overlast beperken. We plaatsen hier extra prullenbakken zodat het vuil ook minder is. Maar wat je ook doet is je creëert een gebied wat je afzet zodat het wat veiliger is voor de mensen om te zwemmen. Bijkomstig voordeel natuurlijk is, wij zijn van de Swim en de Swim probeert natuurlijk Tilburgers in beweging te krijgen. Beweging is de beste preventie om ziek zijn te voorkomen. Plus, we kunnen natuurlijk trainen voor volgend jaar de Swim. Gaan we hier weer een prachtige nieuwe editie creëren. Dus ja, we willen natuurlijk ook wel dat mensen hier nu gaan zwemmen de hele zomer. Veel mensen blijven thuis. Hè? Het wordt warm, het is al warm. Het zijn allemaal redenen om het dit jaar vooral uit te gaan zetten. Maandag 8 juni wordt haar idee in de raad besproken. Heb jij ook iets wat je belangrijk vindt? Laat je horen en zet je plan op maakjepunt.nl.